Let u eens van dit vrij grote paard op de bijzondere lichtvoetigheid. De hele lichte wijze waarop het paard zich door de piste beweegt. Waarin hij de bewegingen en de figuren in de manege neerlegt. Reeds in 1982 waren er al voortekenen dat deze combinatie tot ongekende hoogte zou uitgroeien in de internationale dressuursport. En met Grethe Jensen en Marzog is dit een groot pluspunt geworden in de grote internationale toernooien waar zij de huidige wereld, olympisch en Europees kampioen Dr. Rainer Klimke uit Duitsland met zijn paard Allerich op een zeer goede wijze partij kan geven. Ze was tweede bij de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984. Wederom achter Rainer Klimke. Grethe Jensen won de kwalificatiewedstrijden van Goodwood, Falsterbeu en Hannover. Hij was gisteren linksvoor in de stad wat onregelmatig. Dat is nu weg. Deze zijgang waar hij naartoe moet. Wederom in de contragalop nu. Pirouette. Anderhalf maal. Changement om de twee. Voor en achter precies gelijk. Changementen om de pas. Mm-hmm.
Passage. Je hebt de neiging om te gaan passagieren, de voorbenen voor elkaar zet. Maar toch een zeer mooie proef. En het zal moeilijk zijn voor haar tegenstanders om haar van de zege in de eerste wereldbeker van de dressuurruiters af te houden.